Goedemiddag, welkom bij het webinar Trends in overheidscommunicatie. Weet je, een historisch moment voor ons. Dat is de eerste webinarreeks uit de geschiedenis van IDRT. Mensen die ons al wat langer volgen, die weten dat we regelmatig onze kennis, inzichten of verhalen delen met onze volgers en klanten. We hebben dat de voorbije jaren bijvoorbeeld gedaan in Cosmo Café aan de Toog of langs het veld op Staaien, het voetbalstadion. Maar dus dit jaar, hè, door de omstandigheden gedwongen, hebben we besloten om een webinarreeks te geven. En ik wil jullie vandaag heel erg verwelkomen voor het webinar over overheidscommunicatie. Mede namens mijn collega's, hier op de foto hier langs ook. Enerzijds Patricia Robin, oprichter van IDRT en ook het grafisch en creatief brein binnen ons bureau. En Aline Gijs, jongste en onze digitale strategie die u iets meer gaat vertellen over voornamelijk digitale trends. Zodanig. De bedoeling van vandaag is om te beginnen niet om terug te gaan kijken naar het verleden. Ik weet dat wij een jaar of 7 geleden ook wel eens een presentatie gaven over trends en toen heel fier uitpakten met onze online driehoek. Ik zal het niet helemaal uitleggen waar die over ging, maar het kwam in grote lijnen erop neer dat we eigenlijk via social media en digitale nieuwsbrieven mensen naar een website trokken. Ondertussen is dat allemaal zo ingeburgerd dat dat eigenlijk nog weinig met trends te maken heeft. Dat is eigenlijk heel normaal geworden in communicatie. Dus over die basics gaan we het zeker niet hebben. Waar we het ook niet over gaan hebben is over heel futuristische zaken, zoals AI, VR. Het zijn uiteraard dingen die we al volgen op de voet, waar we regelmatig iets over lezen, die we ook hier en daar zien opduiken, maar die nog niet echt ingeburgerd zijn op de werkvloer in de meeste overheidsorganisaties momenteel. Waar we het wel over gaan hebben, is wat we momenteel zien gebeuren, de jongste maanden, misschien het jongste jaar, dingen die vaker voorkomen en die we graag als een trend eigenlijk met jullie willen delen om jullie klaar te stomen voor volgend jaar, voor 2021, het eerste post-corona. Ik stel voor dat we er dadelijk in vliegen en dat ik het woord geef aan mijn collega Patricia Robin, die het zal hebben over brand. Goedemiddag, ik mag jullie wat meer vertellen over trends en branding. Branding, dat is het uniek profileren van je merk, zowel inhoudelijk als visueel. Een merk is constant in beweging. En omdat je dat altijd met jezelf associeert, ofwel als merk, als bedrijf, organisatie, als klant, als medewerker, is het belangrijk dat, omdat het merk altijd in beweging is, omdat jij altijd in beweging bent, ook het merk in beweging blijft. En dat het merk zo eigenlijk op die manier je kan blijven ontzorgen, met je blijven meegroeien, je inspireren en verrassen. Het eerste deel gaat een beetje over visuele branding. Dat heeft alles met de emotie ook meestal te maken. En daar kunnen we spreken van de trend dat creativiteit het nieuwe imago is. Het is eigenlijk tonen dat je anders bent, dat jij uniek bent, dat jouw branding bij jouw persoonlijkheid past. Dat durven tonen, durven met opvallende dingen werken, durven creatief zijn. Dat is eigenlijk een echte trend. Want alle stijlen kunnen in principe, daar hebben we geluk mee, zolang die maar jullie persoonlijkheid van jullie organisatie benadrukt. Maar er zijn uiteraard wel een paar trends die we nu veel zien terugkomen, zoals de gradients. Dus in design en vormgeving zien we heel veel gradients terugkomen en perspectieven ook. Dit is een design van de Haspengouwse Designmaand in de culturele sector. Wat we ook zien, een trend zijn geometrische vormen. In logo's, in visuals, in illustraties, overal komen ze terug. En in het logo van Smartport, limburg.be, hebben wij toen ook met deze prachtige geometrische Less is More vorm gewerkt. Nog een voorbeeld van geometrische vormen, twee rechthoeken, die vormen een kruisje.
en de twee rechte staven ook, allemaal geometrische vormen. Het kan ook wijzen op een kusje of een locatie. En dat zien we eigenlijk terug in het logo van de gemeente Hoesselt. En Villa Rosa, hier is een roos gestileerd met allemaal geometrische vormen. Dit is eigenlijk een heel dankbaar verhaal voor een designer, want hij kan, denk nu maar aan kerst, een kerstboom in vormen, een glas, allerlei objecten kunnen met deze geometrische vormen gevormd worden. Dus dat is een beetje creativiteit en top in dit verhaal. Een andere trend, wat we ook heel veel zien terugkomen, het is allemaal ooit weg geweest, is line art, tekenstijl. Het logo van de gemeente Alken is opgebouwd met line art. Nog een ander voorbeeld, het handschrijven is eigenlijk ook lijnen, het schrijven, tekenen. Schrijven is eigenlijk tekenen. Het logo van Sint-Truiden, een handgeschreven, zelf ontworpen lettertype. En hier zien we ook nog line art terugkomen in een iets strakkere stijl, de pictogrammen van de stad Sint-Truiden. Het was ook een creatieve relatie. Dit is onze nieuwjaarswens van vorig jaar, ook pure line art. Toen waren we al ervan overtuigd dat creativiteit het nieuwe imago ging zijn. Want dat was onze boodschap, een creatief 2020. Patronen, een volgende trend. Patronen zijn terug in. Dat verwijst naar de psychedelische jaren 70 eigenlijk. Maar ja, ze zijn erg gegeerd nu. Denk maar aan toepassingen als goodie bags en dergelijke. Ook bedrijfsmappen zoals hier bij Groeilabs. Het fleurt het leven meteen op en het geeft een vrolijk psychedelisch gevoel. De signalisatiepijlen van de stad Sint-Truiden worden meteen veel vrolijker op die manier. Nog een andere trend zijn illustraties. We weten dat we in een beeldcultuur leven en het voordeel is ook nog eens dat het multicultureel is. Zoals hier vrijwilligers gezocht voor het OCMW Genk. Hier zie je dat we het werkt ook minder stigmatiserend in dit verhaal van overheidscommunicatie. We gaan er geen specifieke gezichten op plakken. Het kan iedereen vertegenwoordigen, deze geïllustreerde personen. Hier zien we een beleidsvisie die gepresenteerd is op een heel leuke manier. We hebben de strips ook tot leven gebracht toen de echte presentatie er was, de beelden getoond en aan de hand daarvan heeft het beleid eigenlijk zijn toekomstvisie bekendgemaakt. Dus dat was een tekening van Kim Duchateau en ook alle andere losse tekeningen voor presentatie van hem. Hier de kinderbrochure van CC de Bogaert. Ook hier zie je dat er prachtige illustraties gebruikt zijn om de kinderbrochure aangenaam te maken. Een andere trend is collagestijl. We gaan allerlei losse beelden verzamelen en die tot een heel mooie compositie monteren. Dit is de cover van de toeristische gids in Truiden. Hier zie je dat alle elementen, het historische, het fruit, het kamperen, samen gebruikt is. Ook nog de typische symbolen hebben we natuurlijk meegenomen. Maar dit is een hele mooie collagestijl met foto's en illustraties gecreëerd. En hier zien we dan ook nog een heel mooie collage. Je wordt er vrolijk van. Er zit ook wat humor in. De verfpot die over de man gaat. De snoepkleuren, dat is eigenlijk ook een trend. Die zitten hier ook een beetje in. Maar je ziet met een collage, daar kan je meteen een vrolijke sfeer mee creëren. Typografie. Aandacht voor typografie. Ook wel typografiegekte kan ook. Allerlei stijlen door elkaar. Maar hier hebben we het stijlvol gehouden in The Missing, een theaterstuk van Lies Cerdons. Hier zie je dat de typografie door de dansers gaat. Wat ook nog is, het is niet alleen een creatief design qua grafische vormgeving, maar ook het concept.
dat de partners hier eigenlijk vriend zijn van een regisseur, hè, van Lies Sertons. Dat is ook eigenlijk creativiteit, een nieuw imago. Hè. Je kan partner zijn van voetbal, maar evengoed van cultuur of kunst. Dus dat is ook een trend die we zien opkomen. Neon is een trend. En ja, wie daar heel veel gebruik van maakt, is de kunstenaar Koen van Mechelen. Hè, in La Biomista in Genk. Dat is ook een trend. Neon. Metallics. We zien het weinig bij de overheid. Maar we hebben hier toch een voorbeeldje gevonden. En eigenlijk kan het even goed bij de overheid. Het wordt heel vaak voor bedrijven en zo gebruikt. Maar hier was het een vergeten minuutje kaartje opgestuurd eigenlijk aan alle familieleden die iemand verloren hadden ten tijde van COVID. En het is foliedruk, de blaadjes zijn in foliedruk. Illustraties gecombineerd met foto's. We nemen foto's en daar gaan we leuk illustratief aan de slag op. Dat kan met iconen. Nu moet ik zeggen dat het beeld, dat we de strepen niet echt goed zien. Hier is een heel grafisch strepenpatroon, dat is met het licht, verwerkt op de foto. Een ander voorbeeld, hier zien we het wel duidelijker, is de verlichte kerk, Begijnhof, met dan daar weer de iconen over. Fluo, ook een trend die je heel veel ziet terugkomen. Ideaarty heeft het ook in zijn huisstijl. Maar we hebben 2 jaar op rij de Bogaert-brochure gecreëerd met fluo, geel en groen. Het is ook opgenomen in de huisstijlkleuren van de stad Sint-Truiden voor meer creatieve events. Dan een andere trend, de magie van het bewegend beeld. We weten allemaal dat visuele beelden sneller door de hersenen opgenomen worden dan teksten. Dus vandaar dat video en dergelijke op social media een enorm succes is. De emoties worden meer betrokken en eigenlijk gaat de herinnering aan je merk, product of organisatie veel sterker komen door te werken met bewegend beeld. Een promotiefilmpje van de lancering van de nieuwe brochure van de Boga. Ook in de film is die collagestijl heel vernieuwend. Filmpje voor het Salk, de Turbo-Salkplan van de POM Limburg. Dit zijn kleine banneranimaties die geadverteerd worden op kanalen als Midden-Limburg en dergelijke. Dus ook daar trekt beweging veel meer aandacht. Hier een filmpje voor Verso, ook een social media filmpje om eigenlijk te inspireren over. Dan wil ik even terug gaan piepen. Over werkbaar werken. Ja, voilà. Daar ging het over. Een ander film. Dit is niet van overheid, maar is een voorbeeld van onszelf. Een VR-film. Wij hadden brillen ter beschikking. En wij konden mensen eigenlijk in de wereld van Ideaarty laten stappen. En als jullie dit ook eens willen heel uitgebreid bekijken, dan sturen we jullie graag een brilletje op. Dan doe je een mailtje naar Aline en dan kunnen jullie dit uitgebreid bekijken. In 1993 ontstond er in het pittoreske Aals bij Sint-Treuren een communicatiebureau. Het groeide uit tot een gevestigde waarde met 15 medewerkers. Samen creëren ze magische communicatie door strategie en creativiteit naar elkaar te verzoenen. Benieuwd naar de succesformule voor magische communicatie? Daar neem ik je nu mee naartoe. Beginnen doen we met inhoud.
Voilà, dus wie wil, kan het verder bekijken. Hier een heel leuke gif voor Bakonko, een tentoonstelling over kolonisatie in met Limburgers allemaal. En hier zie je een foutmelding, dus een disconnectie tussen de mensen. En zo hebben we dan deze social media post ook uitgewerkt. En hier zie je een heel mooie uitnodiging voor de open deurdag van de online open deur van het ateneum. Een ander verhaal, inhoudelijke branding. Daar heb ik ook twee trends die ik kan meegeven. De eerste is creative thinking creëert een nieuwe wereld. Het is heel belangrijk als organisatie, als bedrijf, stil te staan bij het aanbod van jullie diensten, bij de branding uiteraard ook, maar zeker naar de inhoudelijke branding toe, kunnen we dingen op andere manieren aanbieden, presenteren, noem maar op. En dan is het echt goed om het helemaal een out-of-the-box brainstorm te doen, waar we eigenlijk samen gaan associaties maken met de gekste dingen. Echt helemaal out of the box denken. En dan komen jullie eigenlijk op heel mooie, nieuwe, inhoudelijke diensten, identiteiten, producten. Dus zeker de moeite om te doen. Ik zou zeggen, een goed voornemen voor 2021. Ik ga iets te snel. En dan een tweede trend. Verbinding zorgt voor emotionele groei. Dat is een hele mooie trend. Hier is het eigenlijk in de vorm van samenwerking met inwoners van de stad. De Shop and the City in Sint-Truiden, de handelaarsvereniging, heeft eigenlijk een formidabele actie uitgewerkt. Ook ten tijde van het COVID-verhaal. En we hebben eigenlijk samengewerkt met modellen van zo wat bekende mensen uit Sint-Truiden. Dus niet met fotomodellen of zo, maar eigenlijk met echte ambassadeurs. Dus dat is een heel leuke manier van samenwerken. Een tweede voorbeeld is de website van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden Solidair. Die hebben wij eigenlijk samen gecreëerd, ook in COVID-tijden. Ieder jaar hebben we ook zo'n steentje bijdragen. En dan hebben we samen het idee gehad van we gaan een website creëren. En daar gaan we alles op posten waar mensen hun creativiteit kunnen tonen. En waar ze eigenlijk ook kunnen tonen hoe ze voor elkaar zorgen. Dus een heel warm project. En dan hebben we hier een mooi eindejaarsverhaal. Een paar weken geleden zaten we bij een klant van ons aan tafel en zeiden we ooit, wij zijn designers, zij maken laseren metalen en objecten en high laser technologie uitzetten. En toen zeiden we samen zullen we nog eens iets maken en ja, het is ondertussen gecreëerd. Het is een heel mooie relatiegeschenk geworden. En ik ben er zeker van dat dit project, wij zijn verbonden, maar het zal nog veel meer mensen verbinden. En dan geef ik nu graag het woord aan Aline over content marketing. Goedemiddag. Ook in de communicatiestrategie zien we heel wat trends. Om te beginnen. Vroeger was communicatie eigenlijk vrij simpel. Je kocht media aan, dan bedoel ik een advertentie in de krant, of een bord langs de weg, of tv- of radioreclame. En uw advertentie liep daar en zo bereikt heel wat mensen. Nu, vandaag zien we, of we hebben gezien in tijden van crisis, dat mensen meer en meer opschuiven naar owned media en earned media. En we zien dat ook iets als een blijvertrend. Owned media betekent dat je zelf je database gaat beheren. Dus bijvoorbeeld uw Facebookpagina met alle volgers die je daar hebt. Dat zijn van u. Bijvoorbeeld uw nieuwsbrief naar uw database die je hebt vergaard, die zijn van u. En daar kunt je eigen communicatie eigenlijk naartoe brengen op de manieren die je zelf kiest. Earned media betekent dat je persberichten of nieuwswaardige dingen gaat doen en aan de pers gaat bezorgen en zo opnieuw in de kranten verschijnt, maar door het te verdienen zonder ervoor te betalen. Het gaat dus zo gebeuren dat paid media, het gaat altijd een combinatie zijn van de drie, maar we gaan het nog meer gaan opschuiven naar die owned en earned media. Nu, wat bedoelen we daar juist mee en op welke kanalen gaan we dan communiceren? Ook daar zien we een shift.
Als we communiceren, is het belangrijk dat we altijd één kernboodschap hebben en die op verschillende manieren gaan verspreiden. Er is een tijd geweest dat we allemaal verschillende boodschappen gingen gaan brengen, maar eigenlijk zorgt dat één, dat niet, uw bevolking niet goed geïnformeerd is, en twee, dat heeft een polariserend effect. Want de ene krijgt andere informatie dan de andere, en dat zorgt voor polarisering. Dus we gaan met één kernboodschap, die we dan wel gaan vertalen in de verschillende media en op verschillende niveaus. Dat kan zijn in een korte tekst, dat kan zijn in een video, dat kan zijn in print of een langere tekst. Dus daar gaan we mee gaan spelen om die ene boodschap te gaan vertalen. En waar gaan we dat dan brengen? Wel, de social media kanalen zijn ondertussen wel gekend. Welke kanalen moeten we nu gaan gebruiken? Ik heb de cijfers van 2019, want die van 2020 zijn nog niet bekend. Maar ik kan jullie daar wel bij vertellen dat er een duidelijke shift is. Facebook, daar bereiken we 78% van de Vlamingen. Dat is nog altijd een enorm deel. En we zien ook dat Facebook steeds meer het platform wordt van de 40-plussers en zelfs ouder. Dus Facebook is eigenlijk het ideale platform om een groot publiek te bereiken. We zien ook, als dan meer mama's, papa's, oma's, opa's op Facebook gaan, dan zien we de jeugdstilletjes weglopen naar Instagram en TikTok. Staat hier nu nog niet bij. Daarnaast zien we andere kanalen, zoals Twitter, eerder afnemen in populariteit. En zien we ook YouTube, is een kanaal wat eigenlijk vaak vergeten wordt, zeker door overheden, maar bereikt ook 66% van de Vlamingen, dus dat is ook wel een enorm deel. Als we op Facebook gaan, raad ik jullie ook aan om niet enkel op de pagina van de stad of van de overheidsinstelling te gaan communiceren, maar ook in bepaalde Facebookgroepen. Je zijt van, en dan de naam van de gemeente, zijn vaak heel populaire groepen. En hier heb je het voordeel dat je één, de mensen veel makkelijker bereikt, gratis dan. Met je Facebookpagina ga je moeten gaan adverteren om echt veel mensen te bereiken. En het tweede voordeel is dat hier enorm veel interactie is. Dus als je een post maakt, zouden wij altijd aanraden om die ook te gaan verspreiden in een aantal relevante groepen. Hier is waar de jeugd naartoe gelopen is, TikTok. Momenteel nog onontgonnen terrein voor overheidsorganisaties. Maar als we dus de jeugd willen gaan bereiken, gaan we op TikTok moeten gaan. Moeten we daarom dansen? Nee, zeker niet. Er zijn ook andere manieren om op te vallen op TikTok. Nu, naast de social media zijn er nog andere kanalen natuurlijk. Zo is er de digitale nieuwsbrief. Zoals ik daar straks al zei, is dat iets van uzelf. Je gaat die database zelf uitbouwen. En het is het ideale medium om uw bijvoorbeeld gemeenteblad een digitaal verlengstuk te geven. De gemeente Welden hier bijvoorbeeld brengt de stukken uit het gemeenteblad ook in een nieuwsbrief in verkorte versie. Nog iets moderner, WhatsApp voor Business. WhatsApp heeft een enorme penetratie gehad in Vlaanderen. Dus heel veel mensen hebben WhatsApp op hun gsm. En vanaf nu is het ook mogelijk om WhatsApp als bedrijf of als organisatie te gebruiken. Dus een bedrijf of organisatie kan een lijst maken met telefoonnummers die zij wekelijks, maandelijks of op heel belangrijke momenten berichten sturen. Ik denk in de COVID-communicatie is dit bijvoorbeeld iets heel handig. Als we met één druk op de knop, vlak na de Algemene Veiligheidsraad, de maatregelen kunnen bezorgen voor de stad of vanuit de politie zijnde ofzo. Trouwens ook gratis. Stel, we willen een iets uitgebreidere informatie. WhatsApp is dus heel kort en factueel. Kunnen we gaan voor bijvoorbeeld een podcast? Podcasts zijn enorm in opmars, staan nog niet in het overzicht. Maar als we dat gaan bekijken, voor de Digimeter 2020 gaan we daar een enorme sprong zien. Stad Mechelen doet het bijvoorbeeld al voor. Zij hebben een maandelijkse podcast, waarin ze enerzijds kort nieuws brengen over de stad, maar anderzijds ook verenigingen aan het woord laten of bepaalde evenementen in de kijker zetten. Wil je dan ook nog beeld toevoegen aan uw gesproken woord, kan je ook op YouTube gaan. Stad Kortrijk doet het bijvoorbeeld al. Enerzijds plaatsen ze daar de gemeenteraden, dus volledig staan die daarop. Maar anderzijds maken ze ook korte reportages van bepaalde evenementen of nieuwsitems uit de stad. Of zetten ze ook wel, maken ze ook reclame voor een aantal evenementen. Goed, we weten nu waar we kunnen gaan communiceren, maar hoe gaan we dan communiceren? En daar geldt eigenlijk de gouden regel, zowel voor bedrijven als voor organisaties. Start with why.
Mensen nemen veel sneller iets op en gaan veel sneller dingen onthouden als ze weten waarom. Een goed voorbeeld daarvan is dit artikel, wat gisteren denk ik in de krant stond. Afspreken met vier vrienden in de tuin mag, maar alleen knuffelcontact mag naar het toilet. En ik denk dat daar komt geen andere uitleg bij. Dus mensen gaan, ik vraag mij dan af, wat gebeurt er op het toilet dat daar maar één contact mag? En waarom mag dat dan wel in de tuin? Mensen blijven met die waarom-vraag zitten, waardoor dat ze denken, als ze gaan hun eigen invulling daaraan geven en gaan misschien niet handelen gelijk we het voorschrijven. In dezelfde context, een filmpje wat mij heel erg heeft overtuigd van op te letten, is, ja, we zien het nu niet zo heel goed, is het experiment waar dat iemand een shell kreeg op de handen. We zetten ons aan een buffet eettafel en we zien dat die ene persoon met shell eigenlijk het volledige buffet heeft aangeraakt. En ondertussen, wanneer dat de licht aangaat, zien we dat ook zowel alle andere mensen ook shell op hun handen hebben. Dit was voor mij heel concreet. En daarom, want dat verspreidt zo snel. Dus we hebben hier heel duidelijk de waarom-vraag beantwoord met onze communicatie. Een ander voorbeeld is ook, stel, er zijn werken aan een fietspad. Dan komt er vaak heel veel commentaar op, want dat fietspad is dan dicht en we kunnen daar niet over rijden. Maar als we vertellen dat we daar zoveel meer mensen veilig op de weg gaan krijgen, of zoveel minder fietsbanden gaan er kapot gaan, dan gaat dat mensen al veel meer doen beseffen van, oké, dat is belangrijk. Ook met flitscontroles. Nu zeggen we, ja, er gaan zoveel flitscontroles zijn. Iedereen begint tegen elkaar over hoe slecht dat is. Maar als we opnieuw gaan zeggen dat er zoveel minder verkeersdoden gaan zijn, of dat er zoveel accidenten gebeuren door te snel rijden op die weg, dan gaan mensen heel goed beseffen waarom dat is. Dus daarom start with why. Dan communiceer inclusief. Inclusieve communicatie is ook een algemene trend in de communicatie. We moeten communiceren zodat iedereen het kan begrijpen. Daarom hier een voorbeeld van Stad Sint-Truiden, waar ze communiceren met symbolen. Dat is vaak iets heel dankbaar, iets heel multigenerationeel en multicultureel, want het zegt heel duidelijk wat er moet gezegd worden. Dus duidelijkheid is één belangrijk ding, maar daarnaast mag ook niemand uitsluiten met uw communicatie. Daarom moeten we zorgen dat elke communicatie een afspiegeling is van de doelgroep. Als je communiceert als stad, en er zijn allochtonen, mensen met een beperking, mannen, vrouwen, holibies, iedereen die er is, moet ook gerepresenteerd worden. Dus daar hier een campagne van discrimineer, waarin we duidelijk verschillende soorten mensen zien. Hier zien we filmpjes. Oh, iets te snel. Hier zien we foto's van It's Your Home. Is dan wel een bedrijf, maar zij hebben een equipe of een medewerkersteam van alle origines. Dan is het ook belangrijk dat alle origines aan bod komen in de communicatie. Anders zou het geen inclusieve communicatie zijn. En bedrijven en organisaties worden daar tegenwoordig ook sterk op afgerekend door de burger, die dat wel belangrijk vindt. Brengt mij bij het volgende onderwerp, Save the World. Mensen vinden het enorm belangrijk wat er in de maatschappij gebeurt. De klimaatmarsen waren daar onlangs nog het voorbeeld van. Of dit jaar, beter. En misschien het hypocriete, de mensen leggen die verantwoordelijkheid heel fel bij de overheid. 60% vindt dat de overheid daar iets aan moet doen en dat de overheid bedrijven moet activeren om daar iets aan te doen. Dus eigenlijk leggen we weinig verantwoordelijkheid bij onszelf. Maar dat betekent wel dat overheden in hun communicatie daar rekening mee moeten houden. En dat bedoelen we niet met loze beloftes afkomen of zo, maar wel met acties. En ook in uw why, waar ik daar straks over had, vaak refereren naar hoe we de planeet gaan redden, hoe we social gaan zijn, en ja, hoe we eigenlijk de maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan omzetten in acties. En dan geef ik nu het woord aan Bert. Goed, make news great again. Vroeger was eigenlijk overheidscommunicatie vrij simpel. In die zin, de pastoor gaf een preek, of de burgemeester gaf een speech, of de politiecommissaris die schreef een verordening uit en iedereen volgde die eigenlijk heel braaf. Iedereen nam instructies van hoger hand heel makkelijk op en aan. Tegenwoordig is dat helemaal anders. Mensen zijn veel mondiger geworden, mensen hebben een mening. En mensen gaan nu ook ventileren, zoals we allemaal elke dag op social media of onder de krantenartikels van hln.be zien. Dus het is heel duidelijk, mensen nemen een boodschap niet meer zozeer aan van
mensen die misschien voor een stuk hiërarchisch hoger lijken of namens een overheid spreken, maar eerder vooral van mensen die op hen gelijken. Peers, zoals we dat in het jargon noemen. Daar zit natuurlijk een enorme kans in, ook voor overheidsorganisaties. En enkele voorbeelden hierbij. Een eerste is een uitnodiging eigenlijk van inwoners van een woonzorgcentrum. Villa Rosa opende de deuren en in een traditionele context gebeurt zoiets met iemand die een lintje komt doorknippen en dan komt vertellen hoeveel miljoen euro het gekost heeft en van welk merk de bedden bij wijze van spreken zijn. Nu, ze hebben ervoor gekozen om dat een heel andere manier te gaan aanpakken en eigenlijk hebben de inwoners van Villa Rosa, Rosa, Leon, Jean, Clementine en alle anderen, hebben eigenlijk zelf de pers uitgenodigd. En hebben gezegd van kom langs en kom eens kijken naar ons nieuwe woonzorgcentrum. Ze hebben die hele persconferentie ook begeleid tot en met een videocall toen al van een grootmoeder met haar kleinkind. En op die manier was het natuurlijk een verhaal dat super herkenbaar was voor andere mensen en daardoor ook heel authentiek werd. Misschien iets minder authentiek, maar daarom niet minder efficiënt, is natuurlijk het gebruik van influencers. De jongeren, waar wij onszelf jammer genoeg niet meer toe mogen rekenen, van vandaag spiegelen zich heel erg aan influencers die een beetje van hun generatie zijn en die zich in allerlei poses kronkelen om een heel mooie Instagram-foto te maken. Stad Genk maakte daar op een heel goede manier gebruik van, als ik het zo mag zeggen, tijdens de coronaperiode. Zij merkte eigenlijk dat de jongeren op Genks grondgebied de maatregelen niet altijd even nauw opvolgden. En daarom hebben ze eigenlijk een lijstje gemaakt van Genkse influencers die ze vervolgens de vraag gesteld hebben om eigenlijk die maatregelen op een speelse, leuke manier uit te gaan dragen en uit te gaan leggen aan hun volgers. Dat is een heel mooi voorbeeld van doelgroepgerichte communicatie via influencers specifiek naar jongeren toe. En een laatste mogelijkheid om nieuws terug great te maken, is eigenlijk mensen gaan inschakelen waar we met z'n allen wel nog veel ontzag voor hebben. Denk bijvoorbeeld aan trendwatchers of aan professoren bijvoorbeeld, die op een heel goede manier zaken maatschappelijk kunnen kaderen en, een beetje terugkomend op wat Aline zei, op die manier kunnen duidelijk maken waarom bepaalde maatregelen wel of niet genomen worden. Ik neem het voorbeeld van een kerk die onlangs een nieuwe invulling kreeg. Een normale omstandigheden opnieuw zouden we communiceren hoeveel euro daarin investeren en dat er in die kerk evenveel zal zien zijn binnenkort. Maar door eigenlijk een professor in te schakelen die het probleem een beetje maatschappelijker situeert en uitlegt dat die kerk en die invulling echt past binnen een brede trend, gaat je eigenlijk je nieuws geloofwaardiger en verteerbaarder maken voor de mensen die het gaan consumeren. Crisis, of we het nu willen of niet, 2020 was het jaar van de crisiscommunicatie. Hè. De reden daarvoor is niet erg ver te zoeken. Nu, als je in het Chinees het woord crisis schrijft, heb je eigenlijk twee tekens. Aan de ene kant staat crisis voor gevaar en aan de andere kant voor opportuniteit. En wat we eigenlijk zagen in overheidsmiddels, dat was eigenlijk dat je twee soorten reacties kreeg. De ene groep overheden zag de crisis als een enorm gevaar en die reageerde super krampachtig en ook een beetje ongeorganiseerd. Met alle respect gezegd, want ik heb een zeer grote bewondering voor beleidsmakers. Maar er was ook een andere groep die eigenlijk daar eigenlijk een soort van kans van maakte en die op een heel proactieve en georganiseerde manier communiceerde tijdens corona. En als we kijken naar hoe ze dat deden, dan vielen eigenlijk drie dingen heel erg op. Over het eerste ga ik iets sneller gaan. Dat is eigenlijk een beetje de kernboodschap die Aline daar juist aanhaalde. Ook in crisiscommunicatie is het superbelangrijk om één afgeleide doelgroep de boodschap te brengen, beter gezegd, die je vervolgens allemaal consequent gaat verspreiden. Dus niet virologen die A zeggen en dan een politicus die achteraf B zegt, maar één afgesproken boodschap die door iedereen wordt uitgedragen. Twee, en dat is ook zeker iets wat we als die trend van crisiscommunicatie zagen, is snelheid, proactiviteit. Ik denk dat we met z'n allen misschien de perceptie hebben gekregen dat wij als België
wat trager of niet voldoende reageren, omdat wij consequent achter Frankrijk, Nederland aankwamen en eigenlijk onze maatregelen systematisch wat later namen. En zo schepte je eigenlijk het beeld van een land dat achter de feiten aan liep. Of dat effectief zo is, durf ik niet te zeggen. Maar het was wel een perceptie die in ieder geval ontstond. En drie, is het belang van de woordvoerder. Het belang van een authentieke woordvoerder, die tijdens een crisis op een heel empathische manier een boodschap kan brengen. Want mensen lezen en luisteren wel wat er inhoudelijk verteld wordt, maar ze worden vooral eigenlijk overtuigd door non-verbale communicatie en door de uitstraling van iemand die het woord voert. En in die zin is dat ook wel een werkpuntje voor sommige overheden of doen anderen het net supergoed. City marketing. Denk je misschien, city marketing is geen trend en dat kan ik bevestigen. Ik denk dat overheden die weg naar city marketing al enige tijd geleden gevonden hebben en beseffen dat ze ook een merk zijn op hun manier. Maar wat wel heel duidelijk een trend is geworden, is dat de manier van city marketing uittekenen helemaal veranderd is. Vroeger deden we dat ergens in een ivoren toren, in het stadhuis of in het politiecommissariaat, met een klein groepje slimmerikken, die vervolgens met een magnifiek plan kwamen en dan heel verbijsterd waren als dat plan achteraf op een koude steen viel. Tegenwoordig gebeurt het op een heel andere manier. We gaan eigenlijk meer naar co-creatie toe. We gaan proberen om mensen te betrekken bij het uittekenen van plannen. In een heel prille fase worden ze eigenlijk gehoord, wordt naar hen geluisterd, zodat ze ook achteraf veel meer betrokkenheid gaan tonen. En ik heb daar enkele voorbeelden van. Het eerste komt uit Eigengouw, uit Sint-Truiden, waar elke stad Sint-Truiden bij de opmaak van haar city marketingplan maar liefst 165 mensen betrok. En die mensen waren zowel inwoners van verschillende leeftijden als echte experts, als opinieleiders binnen Haspengouw, binnen Limburg, als uiteraard ook het personeel en de schepenen van Sint-Truiden zelf. En eigenlijk door op die manier mensen te gaan betrekken, mensen te gaan beluisteren, zorgden ze ervoor dat er een heel gedragen voorstel uit de bus kwam, waar heel veel mensen zich in herkenden en dat door heel veel mensen ook eigenlijk omarmd werd. Het werd eigenlijk een handgeschreven logo, werd dadelijk in het hart gesloten door de truinaar. Er zijn ook andere voorbeelden waar zo rebrandings wel eens op weerstand botsen binnen een gemeente of binnen een stad. Maar dat gebeurde in Sint-Truiden niet. Meer zelfs, er werd eigenlijk moeite gedaan om de inwoners ook te betrekken in de communicatie achteraf. Zij figureerden bijvoorbeeld in de imagofilm die werd gelanceerd bij de bekendmaking van het logo. En er was zelfs een handelaar die spontaan ginglazen begon te verdelen met het nieuwe logo opgeprint. En op dat moment weet je natuurlijk dat je als stad goed bezig bent als zo'n dingen gebeuren. Een plan maken is natuurlijk mooi, is leuk, maar het nadeel van een plan is dat het heel vaak eindigt bestoft in een kantoorkast, ergens op de bovenste verdieping. Dus heel belangrijk is na het maken van een plan dat je het ook gaat uitvoeren. Maar vooral ook dat je je mensen, je inwoners of je achterban blijft betrekken. En ik heb een paar voorbeelden daarvan ook meegenomen. Het eerste komt uit Antwerpen. En dat is een beetje het summum van participatie, van co-creatie. In Antwerpen werken mensen met een burgerbegroting, waarbij eigenlijk een inwoner mag bepalen wat er met het geld gebeurt binnen zijn wijk. Dus daar worden bepaalde budgettaire krijtlijnen getrokken, waarbinnen je eigenlijk als burger zelf kunt kiezen wat er prioritair is en hoe de middelen aangewend worden binnen uw eigen wijk of binnen uw eigen gemeenschap. Het tweede voorbeeldje, en het zou mij verwonderen moesten veel mensen dit beeld herkennen, komt uit Marshall van Men. En dat kleine Waalse dorpje wou men eigenlijk het marktplein nieuwe look en feel geven. En heeft men besloten om de vier overblijvende ontwerpen voor te leggen aan de burgerbevolking. En door te communiceren via social media, door te communiceren via pers, is men er daarin geslaagd om 25% van de 17.000 inwoners een mening te laten ventileren over het nieuwe marktplein. Dus een heel mooi voorbeeldje ook van co-creatie. En het laatste is een heel simpel voorbeeld, maar simpele voorbeelden zeggen vaak het meest. En gaat over Meeuwig Ruitholen. Ook wat kleinere gemeenten binnen Limburg.
die op een gegeven moment besloten te gaan fusioneren. Dat was een van de eerste fusiegemeenten in onze provincie. En het uiteraard ook een nieuwe naam nodig hadden. Hoe pakten ze dat aan? Ze hebben eigenlijk een open oproep gelanceerd naar de inwoners van Meeuwig-Ruithoorde en op Glabbeek, waar vier namen uit de bus kwamen. En vervolgens hebben ze die vier namen nog eens voorgelegd aan de inwoners om de uiteindelijke naam te gaan kiezen. Met het resultaat intussen gekend, Oudsbergen. Voilà. Voor het eerst geef ik nog even het woord aan mijn collega Aline terug. Ook een overheidsorganisatie heeft nood aan de beste mensen in het team. En de Work for Talent is er nog steeds. We zien nu wel tijdens de coronacrisis of daarna, er komen er heel wat profielen op de markt. Maar de allerbeste profielen zullen nog altijd moeilijk naar uw bedrijf te krijgen zijn. Om dat toch te doen, heb ik u 3 tips over hoe je creatief kunt recruteren en daarin het verschil kunt maken. Tip 1 is, maak duidelijk wat je zoekt. In deze advertentie stellen we duidelijk, hou jij ook van creativiteit en strategie? Welkom als grafisch vormgever in de Creatiefste Communicatieclub. In 1 zin zitten daar eigenlijk heel veel belangrijke woorden, waardoor mensen weten van oké, creativiteit, strategie, grafisch vormgever, en weten meteen voor wat ieder artiest staat. Tip 2 is, doe het op een originele manier. Op een originele locatie, zoals wij hier op café. Maar ook het gesprek op zich kan op een originele manier verlopen. In deze tijden is misschien een wandeling of een wandelsollicitatie een leuk idee. En tip 3, zorg dat uw advertentie opvalt. Zo maakten we voor het ziekenhuis Sint-Trudo infuuszakjes waarop we eigenlijk onze vacatureoproep verkondigden. En als we dan de beste mensen in huis hebben gehaald, dankzij onze creatieve communicatie, dan is het ook belangrijk dat ze blijven en dat ze zich betrokken voelen. Daarom moeten we de waarde of de missie tot leven brengen. Bij de provincie Limburg bijvoorbeeld werd er een missie bedacht door het bestuur, werd neergeschreven in lange teksten. En dan werd ons de vraag gesteld, oké, hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat 1, iedereen de missie kent, en 2, dat mensen die missie ook gaan toepassen, waardoor we de missie ook effectief kunnen behalen. We hebben om te beginnen het boek toch wel samengevat in 1 zin, die iedereen kan onthouden. Door duurzaam samen te werken, maken we Limburg slim, sterk en aantrekkelijk. 3 belangrijke woorden, 1 zin en iedereen kan onthouden. Om het toe te passen hebben we 14 brainstorms georganiseerd met mensen uit alle rangen van de organisatie, van de poetsploeg, tot een directeur, tot de baliebediende. Iedereen kon deelnemen. En daarin heb ik 1 vraag gesteld. Hoe maak jij of jouw team Limburg slim, sterk en aantrekkelijk? En dan werd er geplakt met post-its. En het was ook interessant om te zien hoe de verschillende afdelingen eigenlijk elkaar konden inspireren. Zo bracht een poetsvrouw het idee aan om met duurzame producten te gaan kuisen, om Limburg slimmer te maken. Een baliebediende bedacht een nieuw systeem om mensen sneller en beter te helpen. En zo kregen we allemaal ideeën. De leukste ideeën hebben we eruit gehaald en daar zijn we stripverhalen van gaan maken. Het leuke daaraan is dat de personen die in de strip meespelen ook effectief de mensen van de provincie Limburg zijn. Want uw medewerkers spelen de hoofdrol in het waarmaken van uw missie, dus het was logisch dat die ook de hoofdrol gingen spelen in de strip. De strip die kwam tot leven op de werkvloer, enerzijds op het intranet, in de nieuwsbrief, in de keuken met de onderleggers. Overal zag je die stripverhalen terugkomen. Anderzijds waren er ook verschillende grote boeken geplaatst op de verschillende provinciale domeinen, waar dan elke week een stripverhaal werd bijgestoken. Dus dat werd eigenlijk wekenlang een ding om naar het stripverhaal te gaan kijken, kijken wie erbij kwam, welk verhaal. En zo brachten we de missie effectief tot leven. Bij het einde kreeg iedereen ook nog zo'n stripverhaal mee naar huis. Dus dan kreeg je die trots eigenlijk tot op de salontafel bij de mensen thuis, waardoor ook heel het gezin meeging in die missie van de provincie Limburg. En waardoor dat heel het gezin wist wat provincie Limburg eigenlijk wou. En dat is Limburg slim, sterk en aantrekkelijk maken. Zo, we hebben goed gecommuniceerd, we hebben mooie beelden gemaakt en we hebben de beste mensen in huis gehad en we gaan ze ook nog houden. Dus ik denk dat alle overheidsorganisaties in deze webinar nu klaar zijn voor 2021.